Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten of SOLK. Chronische stress. Het is een groeiend maatschappelijk probleem. Patiënt is ziek en kan niet werken, maar de artsen kunnen niks vinden. Pillen geven soms tijdelijke verlichting, maar helpen niet. En zodra je stopt met de pillen, komt het weer terug. Het syndroom komt niet voor in de DSM en dus bestaat het niet, volgens de specialist. Syndroom werd vroeger vaak als aanpassingsstoornis gediagnosticeerd. Verzekeraars hebben de diagnose geschrapt uit de vergoeding. En dat geeft dan weer een vertekend beeld bij het landelijk DBC-informatiesysteem DIS. Maar goed, dat is niet ons probleem. Veel gedoe met bedrijfsartsen en uitkeringsinstanties zoals de UWV. En wat zijn nou de indicaties? Waar hebben we het eigenlijk over? Nou, voor een groot gedeelte overlappen de symptomen elkaar. De accenten kunnen echter per persoon verschillen. Het is een griepachtig ziektebeeld. Met andere woorden, je wordt gedwongen tot niks doen. Heel belangrijk. Het heeft een functie. Chronische moeheid. Chronische pijn. Ontstoken gewrichten. Pijn in de spieren. Een gevoel van lege accu. En ook slaapproblemen. Nog andere indicaties. Bepaalde vormen van depressie. Bepaalde vormen van de paniekstoornis. Hartritmestoornissen. Hart- en vaatziekten, zeker op oudere leeftijd. Auto-immuunziektes. Leaky gut syndrome. Chronische infecties, gezwollen klieren, koorts, candida, herpes, mycoplasma, hoesten, verkouden. Infecties die niet overgaan, die maar blijven terugkomen. Problemen met inslapen, te vroeg wakker worden, 's nachts steeds wakker worden. Dik worden, vooral in de maag- en buikstreek. Minder libido. Bij de vrouw lubricatie, pijn bij het vrije, erectieproblemen, ejaculatio precox. Brain fog, mist in mijn hoofd. Maar ook agressie en geagiteerd zijn, dat zie je daar vaak in het gedrag terug. Onduidelijk zien. Duizeligheid. Onregelmatige hartslag, hartritmestoornissen, hoofdpijn, irriteerbaar, stemmingswisselingen, moeizame ademhaling, tintelen in vingers en voeten, bonzend geluid in de oren, kortademigheid, opgezette ledematen, moeite met denken, praten, lopen, gewichtstoename, minder plassen. Het zijn door medici niet ontdekte factoren. Heel vaak komen er auto-immuunziektes bij voor, zoals net al genoemd. Auto-immuunziektes kunnen dan weer leiden tot het leaky gut syndroom. En het leaky gut kan leiden tot auto-immuunziektes. Beide kunnen dus weer leiden tot chronische stress. Het is op een gegeven ogenblik kip of het ei vraag. Het lichaam is het dashboard van de ziel. De klachten of symptomen zijn een waarschuwing dat we uit balans dreigen te raken. Het lichaam communiceert met ons eerst subtiel en dan steeds duidelijker. En als we niet luisteren, worden de klachten uitzonderlijk opdringerig en aversief. Klachten dwingen ons dus om te stoppen met een ongezonde levensstijl of om voorrang te geven aan het herstel van een infectie. Het lijf trekt als het ware aan de noodrem. Kort even het autonome zenuwstelsel. Het kent eigenlijk twee uiterste standen. De ruststand, de herstelstand, ook wel de parasympathische modus genoemd. En de actiemodus, de orthosympathische modus. Dat is de stand van aanvallen of vluchten. Orthosympathisch wordt vaak afgekort tot sympathisch, dus ortho laat men weg tegenwoordig. En de beide modi vullen elkaar aan, maar sluiten elkaar uit. Dus ze kunnen niet zonder elkaar, maar ze kunnen ook niet tegelijk zich voordoen. En als het lijf moet kiezen, dan krijgt de orthosympathische, dus de stressmodus, krijgt altijd voorrang. Die brandt overal doorheen. En de orthosympathische modus is bedoeld om kort te duren,
parasympathische modus is bedoeld om lang te duren. Het is een systeem met twee standen en als de een hoog is, is de ander laag. Denk aan een wip. Kan wat meer parasympathisch, kan wat meer orthosympathisch zijn. Wanneer het organisme wat passief wordt, spreken we van dat het parasympathische systeem de overhand krijgt. En wanneer het organisme actiever wordt, krijgt het sympathische systeem de overhand. Hier zien we het bekende plaatje wat je overal tegenkomt, dat vrijwel alle organen, zowel sympathisch als parasympathisch, worden geïnerveerd. Ik ga er hier op dit moment even niet te diep op in. We gaan eens even de parasympathische rustmodus bekijken. Het is de modus van de rust en de slaap. Afbraak van het stresshormoon, cortisol. Stimuleert de stofwisseling, opbouw van lichaamsreserves, opbouw van psychische energie, algeheel herstel. Je zou dus ook kunnen redeneren dat de orthosympathische modus juist niet rust en slaap, maar actie kenmerkt. Dat het stresshormoon cortisol juist wordt losgelaten in je lijf. Dat de stofwisseling wordt stilgelegd. Dat de lichaamsreserves worden opgebruikt en dat de psychische energie wordt opgebruikt. En dat het algeheel herstel wordt afgebroken. Activering van het immuunsysteem. Met andere woorden, in de stressmodus, de orthosympathische modus, wordt het immuunsysteem platgelegd. Voortplanting is mogelijk, in de stressmodus niet. Intelligentie en oplossend vermogen worden geactiveerd. In de stressmodus wordt dat onderdrukt. Het geheugen is weer toegankelijk en dat is in de stressmodus onderdrukt. Parasympathische modus, de herstelmodus. Bevordert de spijsvertering. In de stressmodus wordt dat platgelegd. Productie van gal om vet te verteren. Nee, in de stressmodus heb je juist vet nodig, want dat is je brandstof voor de actie. Het vertraagt hart- en ademhalingsritme. En in de sympathische modus verhoogt het hart- en ademhalingsritme juist. In de parasympathische rustmodus worden de bloedvaten wijder en daardoor verlaagt de bloeddruk. Dat is natuurlijk net omgekeerd in de stressmodus. Het lichaam en geest komen weer helemaal in balans in de rustmodus en in de stressmodus raken ze uit balans. Voor stress worden ook verschillende andere woorden genoemd, namelijk arousal, opwinding. Het lijf wordt klaargemaakt voor actie. Stress of actie is een normale orthosympathische respons van het autonome zenuwstelsel. Stress ontstaat door waarneming van een interne of externe stressor of door inspanning. Een stressor is zowel een aanvaller als een doelwit. Stress is zowel je vriend als je vijand. Als het kort duurt gaat het goed, maar als het te lang duurt word je ziek. Het gebrek aan stress, gebrek aan arousal, gebrek aan opwinding, gebrek aan actie is ook niet goed. Te weinig stress of prikkeling is ook niet gezond. Het leidt tot verveling en uiteindelijk tot een bore-out. Bore is verveling. In plaats van een burn-out, een bore-out. Het leidt tot weekendhoofdpijn, ziek worden op vakantie, ziek worden na pensionering, ziek worden na ontslag, thuis achter de geranium zitten en, zoals men tegenwoordig dat noemt, de atypische depressie. Dient nog te worden vermeld dat bij de atypische depressie de SSRI's niet werken, maar een MAO-remmer dus wel. Dat is een wat ouder antidepressivum wat vroeger werd gebruikt. Dat is dus nog steeds actief bij de atypische depressie. Dit is een weergave van de Yerkes-Dodson-wet uit 1908. Ja, u leest dat goed, in 1908 wisten we het al. Op deze as is je goed voelen, je prestatie, en op deze as is langdurige of intense stress. Dus links hier in dit punt is er niks, geen stress. Hier is hij extreem. En hier zit je heel erg goed voelen. Je ziet dus dat er geen lineair verband is, maar een standaard normaalverdeling. Hier, bij te weinig stress, heb je de bore-out. Hoe meer de stress toeneemt, ga je beter voelen. Op een gegeven moment komt er een omslagpunt. En dan krijg je de uitputting, het ontstaan van klachten, burn-out, depressie, fibromyalgie, ME, CVS, noem ze maar allemaal op. We gaan nu eens eventjes naar de orthosympathische stressrespons. Het gaat om overleven.
Je lichaam wordt klaargezet voor actie. Aanvallen of vluchten. De leeuw valt aan, de zebra moet vluchten. Het immuunsysteem wordt onderdrukt. Je begrijpt nu waarom. Ik kan wel even wachten, al die bacteriën en virussen, schimmels. Want dat is nu even, hebben we een ander probleem aan ons hoofd. Even alle energie naar overleven. Het onderdrukt de voortplantingsrespons. Ook hier is dat heel duidelijk waarom. Het legt de spijsvertering stil. Ook hier blijkt dat weer duidelijk dat dat wel even kan wachten. Geheugen en intellect, wat bij dieren natuurlijk iets minder op de voorgrond staat, wordt bij mensen heel sterk onderdrukt in de stressmodus. En als het goed is, duurt het maar een paar minuten. Als de jacht te lang duurt, raakt het roofdier of prooi uitgeput en geeft het op. Uitputting ontstaat dus als de stressrespons te lang duurt. Vitamine C wordt verbruikt door het stresshormoon. Dus bij een stressreactie wordt heel veel vitamine C verbruikt in het lichaam. Er ontstaat een overvloed aan vrije radicalen door oxidatie. Uiteindelijk ontstaat een ontregeling van het hele hormonale systeem. Van buitenaf krijgen we een stressrespons door zintuiglijke prikkels. Bijvoorbeeld een plotseling hard geluid. Je kan schrikken. Je ruikt iets, brand of iets anders. Visueel, je ziet iets wat je angstig maakt. Of een vreemde smaak bij iets wat je eet. Meteen bam. Of je neemt een doelwit waar. Denk aan de leeuw. Die ziet een zebra en die schiet in de orthosympathische modus. Maar van binnenuit kan het ook zijn. Namelijk door negatieve gedachten. Door tobben en piekeren. Door herinneringen die niet leuk zijn. Door beelden die je bovenhaalt. Door zorgen. Door uitzichtloosheid. Dingen niet los kunnen laten. De orthosympathische respons is vechten of vluchten. Of het een of het ander. Er is nog een tussenweg en dat is de freeze respons. Maar het is niet echt heel erg relevant om daar hierop in te gaan. Cortisol heeft een signaalfunctie voor andere organen en na verloop van tijd opzetten. Cortisol bereidt ons voor op actie, aanvallen of vluchten. Cortisol onderdrukt insuline, want we hebben bloedsuiker nodig voor de spieren. Cortisol onderdrukt testosteron. Cortisol onderdrukt het immuunsysteem, maar het mag daarom niet te lang duren. Langdurig cortisol in je lijf, langdurig hoog cortisol, ontregelt het systeem. Cortisol veroorzaakt dus vrije radicalen door oxidatie. Het systeem blijft dan ontregeld, ook al is de cortisol weer gezakt. Dat is een hele belangrijke. We kunnen dus niet een direct verband aantonen tussen het cortisolniveau in het bloed en chronische stress. Moses Gomberg heeft in 1900 de radicalen ontdekt in de chemie. Een vrije radicaal is een molecuul of atoom dat minstens één ongepaard elektron heeft. Even onze chemiekennis opfrissen. Het atoom of molecuul waar het elektron toe behoort is daardoor sterk reactief geworden. Antioxidanten beletten dat vrije radicalen schade kunnen aanrichten en antioxidanten helpen ongewenste oxidatie te voorkomen in ons lichaam. Lichamelijke veroudering, schade aan huid en bindweefsels zijn het gevolg van vrije radicalen van oxidatie. Dus stress oxideert ons. De actiemodus verbruikt dus energie en de actiemodus breekt in het lichaam de aanwezige vitamine C af. Lichaamsmoleculen gaan een verbinding met zuurstof aan en oxideren dus. Daardoor ontstaan als afvalproduct de vrije radicalen en die verstoren uiteindelijk het lichaamsproces van de lichaamscellen. Het veroorzaakt uiteindelijk symptomen van scheurbuik. Nou, kortdurende stress, geen probleem, hebben we nodig. Dat is ook iets wat we opzoeken. Het lijf is kort in de actiemodus. Essentieel is het gevoel dat je kunt stoppen wanneer je wilt. Chronische stress is wat anders. In principe keert het zenuwstelsel automatisch terug in de rustmodus als er geen directe dreiging meer wordt vastgesteld of geen target meer is. Soms wordt het echter onnodig lang in de stressmodus gehouden.
Dat kan ontstaan door aanlegfactoren, stress tijdens zwangerschap of stress tijdens opvoeding. Je hebt het geërfd, je bent stressgevoelig. Bij vrouwen die in de zwangerschap stress hebben geleden, zie je vaak huilbaby's, ADD, ADHD, PDD-NOS, hyper- en hooggevoeligheid. Je standhoudende factoren zijn dus jezelf niet in de ruststand kunnen terugbrengen door tobben, piekeren, zaken niet los kunnen laten. Chronische stress en auto-immuunziektes. Door chronisch te hoog cortisol raakt het immuunsysteem ontregeld en een ontregeld immuunsysteem valt soms lichaamseigen cellen aan. Het ontregelde immuunsysteem herkent ook indringers niet meer. Het immuunsysteem hoort niet alleen indringers bewaken, maar ook de celdeling. En een ontregeld immuunsysteem let dus niet meer op de celdeling, waardoor een verhoogde kans op kanker ontstaat. Nou, auto-immuunziektes zijn bijvoorbeeld colitis ulcerosa, dan noem ze allemaal maar op, Bestierboek, polychondritis, polymyalgia, algia rheumatica, psoriasis, sarcoïdose, vitiligo, ziekte van Crohn, Kawasaki, Bechterew, noem ze maar op, en lupus. Langdurige stress, essentieel is het gevoel dat je geen controle meer hebt. De situatie wordt ervaren als onplezierig en onveilig. Je wil vluchten, maar je kan niet weg. Je lichaam wordt klaargemaakt voor actie. Het is een terugkerend patroon, maar je kan niet weg. Als je dan mensen gaat meten, bloeddruk en allerlei andere parameters, wanneer ze in de file in de auto zitten, zie je dat het allemaal in de stressmodus komt. Ander probleem is onze westerse samenleving. Kijk goed naar de beelden. Een huismoeder die tegelijkertijd moet koken en voor de kinderen moet zorgen en waarschijnlijk ook nog een baan heeft. Gedrag op de snelweg, de ander aan de kant duwen, we halen rechts in, bumper kleven, snijden. Problemen met software en computers. Een sturingssystemen die steeds een upgrade hebben waardoor de boel ontregeld raakt. Ook niet bewegen en verpakt eten. Vet, zout en zoet. En hier zie je dan de gevolgen daarvan, namelijk dat bekende overgewicht van de westerse samenleving. We leven in een relatief veilige westerse wereld. De hygiëne is enorm verbeterd en de welvaart is gestegen. Maar het immuunsysteem bouwt minder weerstand daardoor op en we hoeven niet te jagen voor ons eten. We verbranden niks meer. De consumptie van geraffineerde suikers en verzadigde vetten is de afgelopen jaren sterk verhoogd. De hoeveelheid voedingsstoffen in onze voeding is sterk verminderd, met name vitamines. We eten veel lege calorieën met kleurstoffen, conserveermiddelen, smaakmakers en voedingszuren. Planten worden veredeld om beter bestand te zijn tegen insecten en schimmels en dat komt ook in de voeding. We worden blootgesteld aan vele soorten gifstoffen zoals uitlaatgassen, pesticiden, die komen in ons lijf. Zwaar en gevaarlijk werk wordt door de Arbo-wetgeving verminderd. Bijvoorbeeld iemand die een stadsbus rijdt die vroeger zwaar werk had, die kan nu makkelijk met zijn pink de hele bus besturen. Alles is geautomatiseerd. Rembekrachtiging, stuurbekrachtiging, alles wordt via een computer gedaan. De maatschappij stelt hoge eisen aan het individu, waardoor we steeds vaker en jonger lijden aan stress. Niet-westerse migranten ontdekken dat aan welvaart waar ze zo naar snakken veel stress verbonden is en worden dan ziek. De communicatiemiddelen zoals GSM en iPad zijn enorm uitgebreid. 24 uur per dag kunnen we informatie krijgen vanuit de hele wereld. Onderzoeken geven aan dat de bovengenoemde communicatiemiddelen een risicofactor zijn voor de menselijke gezondheid. Levensomstandigheden hebben invloed op de manier waarop ons lichaam wordt aangestuurd. Het leven van nu is heel anders dan ons lichaam vanuit de oorsprong gewend was. Dit uit zich in het ontstaan van de beruchte welvaartziekte, diabetes, hart- en vaatziekten, vermoeidheid en overgewicht. In plaats van in beweging zijn, brengen we onze tijd vooral zittend door achter een computer of een televisie. Stress veroorzaakt verzuring van het lichaam.
Welvaartsziekten openbaren zich op steeds jongere leeftijd, bijvoorbeeld diabetes, overgewicht, depressie, vermoeidheid, darmklachten, gewrichtsklachten, huidproblemen en allergieën komen steeds jonger voor. De gevolgen van deze welvaartsziekten worden over het algemeen aangepakt met behulp van medicijnen. Naast antidepressiva en cholesterolverlagers behoren antibiotica tot de meest voorgeschreven medicijnen in het Westen. Overmatig antibiotica gebruik leidt echter tot resistente bacteriën en, heel belangrijk, ontregeling van de darmflora. Voedings- en dieetgoeroes beleven derhalve gouden tijden. Ik heb in dit deel 1 trachten aan te geven waar veel nare klachten door ontstaan. Klachten die ook best hele gevaarlijke aandoeningen veroorzaken, zoals Alzheimer's en geheugenproblemen. Echter, artsen en medisch specialisten hebben geen afdoende antwoord en het wordt vaak afgedaan met het zit tussen de oren. Het is ook wel een beetje waar, maar daar heb je verder niks aan. In deel 2 gaan we in op welke behandelingsstrategieën wel effectief zijn en het is eigenlijk doodsimpel. Breng jezelf uit de orthosympathische stand in de parasympathische stand van het autonome zenuwstelsel. Dus uit de stressmodus in de herstelmodus. Geraadpleegde literatuur, een heel goed boek van Robert Sapolsky, Why Zebras Don't Get Ulcers. Maar ook een hele leuke is The Cortisol Connection van Sean Talbot. De Cholesterol Hype van Malcolm Kendrick is een hele goede. Herwin je veerkracht van Boudewijn van Houdenhoven. Inwankel evenwicht van Boudewijn van Houdenhoven. Schema Therapy van Jeffrey Young. Vanzelfsprekend van Del Ferro. Oergondisch genieten van Penders. Cognitive Therapy of Depression van Aaron Beck. En de hormoonfactor van R. Moorman.